Een hele goede morgen allemaal. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Het is vandaag dag 2. En ja, ik ben wakker geworden in Zwitserland. In dit hele lekkere bed. Het sliep echt heel erg lekker. En het was zo chill. Alleen, ik wist op een gegeven moment niet meer hoe laat het was. Omdat, ja, dit hier. Kijk. Als ik dan zeg maar, dan zit dit er zeg maar. Wacht, ik probeer er zeg maar dit luikje open te krijgen vanochtend. Maar dat is me dus niet gelukt. Ik ga nu lekker douchen en lekker klaarmaken. En gaan we daarna lekker ontbijten. Hotelkamer, het ontbijt was echt heerlijk. En nu gaan we eventjes nog de laatste dingetjes inpakken. Dus mijn tas weer eventjes doen en alles en zo. En dan gaan wij richting Italië rijden. Nou, naar het plekje waar wij verblijven. Dus ja. Naar het eindbestemming. Maar eerst gaan we even tanken. En ze hebben hier, weet ik niet, daar zo, hebben ze zelfs een co-op. En die hebben wij in Nederland ook, maar dan anders eigenlijk. Het is toch anders als je boodschap gaat doen in een ander land. Want ja, het is altijd leuker. Ik ben ondertussen hier de eerste vakantievlog aan het editen. En ik ga nu lekker met mijn moedertje even naar co-op. Dus, yes! Oh my god, guys. Ze hebben hier lint. Oh my god. Dit aanbod. Oh, lintballen. Ik heb even wat anders aangetrokken. Want ik had natuurlijk die witte trui aan. Maar ik had het zo warm. Het is nu ongeveer, het zal zijn, hoeveel graden? 31, 32? Nee, 28. 28, wow, ik overdrijf weer. 28 graden en ik had die witte trui en ik dacht, ik kreeg het weetje warm, dus ik heb lekker een t-shirtje aangedaan. Deze van de Primark. En dan met me gewoon nog met mijn daily paper broek. Dus ik heb echt een combi aan met allemaal kleurtjes en zo. Kijk, want mijn schoenen, die matchen er ook heel gezellig bij mijn shirtje. Is dat. En over 7 kilometer zijn wij in Italië. Oh, thank you. En kijk, en hier betalen ze in franken. Kijk. In Zwitserland betalen ze in franken. Dus en 1 frank is iets van 70 cent of zo, of 80 cent. Dus we gaan lekker nu nog eventjes. Jamie. Ja. Dit moet je niet weggooien. Nee, dat gooi ik ook niet weg. Hoezo dacht je dat? Nee, omdat je dat leeg is. Nee, dat had ik meegenomen naar het hotel toen ik dorst had. Want ik heb echt heel veel dorst gehad vannacht. Echt, I can't. Het was zo warm in die kamer, guys. I can't. Maar oké, we gaan nu lekker rijden. En ik spreek jullie zo weer. Noticed her when she arrived. Kinda late, ate a mama like. But mama, she ain't here tonight. Getting rowdy, rowdy.
When she poured out a little spice, got the whole place on a vibe. Monday night and a Friday night, gearriveerd in het huisje. Ik ga jullie een huisjes doorgeven. Binnenkomt, zie je dit. Dit is de woonkamer. Met een televisie, een soort magnetron, koffie en dan een CEO, wat kopjes. Super cute. Nou, dan heb je hier de slaapkamer van mij en Quinty. Hier slaap ik waarschijnlijk, ik weet nog niet, ik heb nu nog alle keuze, want Quinty is er nog niet. Die komt pas woensdag, maar of hier, of hier, of daar, I don't know. Dan hebben we hier de badkamer met wastafel, oh my god, een leuke spiegel, een wc en een douche. En dan heb je hier een keukentje. En dan heb je hier de master bedroom. En dan dit, helemaal mooi. Dan is dit de intree met planten. En dan ga je hier zeg maar een trappetje op. En dan is dit lekker een zitgedeelte. En hier heb je ook nog twee stoeltjes. Dus dit is ons huisje. Dit was onze kamer dan. Ons huisje voor de komende 2,5 week. We gaan hier lekker vertoeven. We gaan nu al onze spullen pakken. En alles inrichten. Dus ja. Oké, dit is de look geworden. We gaan even het park verkennen. Deze blouse komt van de H&M. De broek is ook van de H&M. Schoenen champion. En ja, hierover gaat ook nog mijn buideltas. En dan gaan we zo meteen eten zoeken. Oh schatje, hou me vast. Til me op. En ik laat me vallen voor je. Oh schatje, hou me vast. Til me op. Oké, het eten is op. Het is nu 8:10 en het was super lekker. We hadden alle drie een hotdog en ik had een pannenkoek met Nutella en K en mijn moeder hadden allebei een hamburger of een cheeseburger. En nu is het lekker tijd om te gaan chillen. Dus ik heb deze hele outfit, zeg maar. Dus met blouse, broek en schoenen heb ik voor niks aangedaan vandaag. Omdat ik het nu weer mag uitdoen. Omdat, ja, we gaan toch niet meer weg. Dus ik ga lekker mijn chillkleding aantrekken. Wat de broek lekker chillings en zo. Dus we zijn nu lekker aan het chillen. En ik hoop dat deze vakantievlog heel erg leuk is. Ik heb de vorige al geëdit en die vond ik heel tof. Heel tof geworden. Dus heb je die nog zeker niet gekeken? Ga hem dan gaan we nu checken. En dan film ik zo meteen weer verder. En plus Gadia Meloen 1,79 plus goed eten, daar houden we van. Inmiddels is het 9:30 en ik ben lekker in de tuin aan het editen voor de vlog die jullie zien. Ik heb met mezelf afgesproken dat ik niet mocht editen, maar hey, ik moet even een beetje vooruit gaan werken, want ik heb wel besloten dat ik eigenlijk aanstaande vrijdag al de eerste online wil hebben. Maar het internet is hier echt fucked up. Dus dan moet ik even gaan kijken hoe ik dat ga fixen. Ga je die stoel pakken? Nee, ik doe hem even dicht voor de muur. Ik vind het wel mooi, want het ligt daar. Dus ik ga nu lekker editen en en waarom ben ik niet scherp? Oh ja, nu weer wel. Weer niet. Jawel. Dus bij deze sluit ik de tweede vlog af. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Abonneer even. Duimpjes omhoog. Subscribe to my channel. En dan zie ik jullie morgen weer. Tot morgen, guys. Bye bye.